Welkom bij deze dagelijkse tijdloze reading. Vandaag de Situation Love Oracle deck. Het hoeft niet per se over liefde te gaan, maar het kan ook over zelfliefde gaan. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor deze reading? Dankjewel dat je er weer bij bent, dat je liked, deelt, abonneert, doneert. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Het is trouwens gratis voor al mijn kanalen. Ik heb er in totaal 4. Ze staan hieronder, dus doe er je voordeel mee als je zegt van ik wil nog meer gratis readingen bekijken. Vergeet ook het belletje niet aan te klikken, zodat je dus op de hoogte blijft wanneer ik weer een nieuwe reading post. En hoef je dus niks te missen. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor het collectief? Wat zijn de meest belangrijke berichten? En dit is de Tarot Royal. Wat mogen wij weten? Een beëindiging van een cyclus. Maar er is iets wat je aandacht nog trekt. Iets moet nog jouw aandacht krijgen voordat deze cyclus definitief afgesloten kan worden. Voordat definitief dit boek gesloten wordt. Waar heeft dat mee te maken? Transformatie, hè? Een doodskopje. Transformatie, vergiffenis. Daar gaat deze reading over. Okay. Ik heb het gevoel dat je al geen contact meer met deze persoon hebt. Nee. Wederom de doodkaart. Dat is 2 keer de dood. Ik heb het gevoel dat je de situatie ook geen nieuw leven in wil blazen. En juist omdat dit een soulmate van je is, kan het zijn dat deze persoon terugkomt. Of in ieder geval jou aan het manifesteren is met deze picture card. Ze kijken naar je foto's, ze missen je, ze denken terug aan het verleden. Proberen ze op die manier ook jou te manifesteren door aan nieuwe herinneringen te denken. Maar ik denk dat het voor jou al definitief een gesloten boek is. Je hebt hier te maken met een runner. Dus het is iemand die altijd maar wegloopt door bijvoorbeeld angst van intimiteit. Geen verantwoordelijkheid wil dragen. De connectie te intens vindt. Waardoor ze iedere keer dan koud dan warm zijn. Iedere keer lopen de emoties hoog op en dan wordt er weer gevlucht. En ik denk dat jij deze connectie hebt afgesloten, dit ook zo wil laten. En dat jij dus in rustig vaarwater zit. Jij zit in die paradise energie. Je doet wat jou gelukkig maakt. Je bent speels, je bent in een hele luchtige energie, je maakt graag contact met de natuur, met het universum. Kan het zelfs zo zijn dat je helemaal niet verwacht dat deze persoon zijn intrede terug wil gaan maken. Wat mogen we over deze situatie weten? Moeten we nog een legging op doen. Wat mogen wij over deze situatie weten die al beëindigd is? Ja, iemand wil dus de boel weer opnieuw leven inblazen. Iemand heeft zich bedacht of iemand wil toch weer een nieuwe kans. Oké. Daardoor, wat ik al zei, is die persoon jou al actief aan het manifesteren door naar je foto's te kijken. En weet dat deze persoon bepaalde slechte gewoontes heeft. Kan zijn dat ze codependent zijn, kan zijn dat ze bepaalde obsessies hebben, kan zijn dat ze vastzitten in bepaalde
mindset. Dat ze jou willen controleren. Hè? Omdat ze dus voelen dat ze geen zeggenschap meer over je hebben. Kan het zijn dat dat een factor is? Of gewoon dat ze voelen, nu dat jij je energie hebt teruggetrokken, dat ze zo snel mogelijk weer naar je toe willen komen. En dat je dus bijvoorbeeld met een energievampier te maken hebt. Ook dat zou kunnen. Mogen we weten over de runner. Deze persoon heeft veel geleerd van de situatie, zegt hij of zij. Maar ik heb het gevoel dat het meer een proces voor jou geweest is. Dat je daarom die persoon ook hebt kunnen achterlaten. Dat jij ook richting dat paradijs bent gegaan. En ik weet het niet. Ik heb er nog niet erg, ben er niet van overtuigd. Zeker in combinatie met deze verslavingskaart hier. Dat het inderdaad zo is. Dat die ander ook getransformeerd is. Ik heb daar zo een beetje een hard hoofd in. Wat mogen wij nog meer weten? Wat ligt er verborgen over deze persoon? Wat ligt er voor? Oh, deze. Gezondheidskeuzes. Dus het kan zijn dat deze persoon eigenlijk niet zo gezond voor jou is. Het kan zijn dat deze persoon dat deze persoon in lage energie zit. Dus graag snackt, graag veel drinkt. Graag alles doet wat zeg maar niet echt bijdraagt tot een gezonde levensstijl. En dat is wat ik voel en dat druist eigenlijk tegen jou in. Dat is iets wat jouw succes, wat jouw blijdschap, die hoge vibratie, die lichte energie, dat zeg maar tegenwerkt. Ga je deze persoon een kans geven? Die persoon die opnieuw met jou een nieuwe cyclus met je wil aangaan? Denk het niet. Ik denk dat deze persoon het niet ziet aankomen dat je ze niet meer wilt. En je bent al lang verder. Je bent hen al lang voorbij. Je hebt, wat ik zeg, je hebt die persoon al lang losgelaten. En zij raken daardoor van de wijs. Ze hebben zoiets, maar hoe kan dat nou? Zij zijn echt ervan overtuigd dat ze nog een kans maken. Hè, dat is altijd met mensen die laag vibreren in een bepaald ego zitten. Ondanks dat ze jou zeg maar altijd tekort gedaan hebben, zijn ze ervan overtuigd dat je ze toch nog een nieuwe kans wil geven. Waar heeft die persoon mee te maken? Wat mag ik weten over die addiction? Oh, er zijn nog veel geheimen die deze persoon niet prijsgeeft, die ze verborgen willen houden met betrekking tot gevoelens, tot emoties. Dit is karmische gerechtigheid, dat deze persoon weer op je pad wordt gezet en dat je die persoon dus definitief kunt, vriendelijk, maar toch gaat afwijzen. Kan zijn dat ze dat slapeloze nachten gaat bieden of dat jij energetisch al voelt dat die persoon dichterbij in jouw energie komt en dat jij dus niet zo lekker slaapt, omdat je weet, deze persoon staat laat of vroeg, staat die persoon voor mijn deur. Het is iemand die een relatie met jou nu wil aangaan, of denken te willen aangaan, maar ik denk dat ze dat niet kunnen. Ze moeten nog te veel helen. Jij hebt aan jezelf gewerkt. Heeft die ander ook aan zichzelf gewerkt? Ik heb het idee dat dat bitter weinig is. Nee, de ander heeft niet aan zichzelf gewerkt. Moet dus nog heel veel helen en past dus ook niet bij jou. Jullie zijn uit. Hè, de een zit hier en jij zit daar. Of in ieder geval, je zit niet op één lijn, waardoor het niet resoneert tussen jullie. De persoon wil graag bemiddelen of in ieder geval willen het rechtzetten, willen het goed maken met je. Het zou een boogschutter kunnen zijn, maar dat hoeft niet.
En hopen dus de boel te kunnen veranderen tussen jullie. We willen een nieuw begin. Geef ook aan van ik ga nu de waarheid vertellen. Ik wil graag met je verder. En willen dus, koste wat kost, jou niet loslaten. Hè? Met die 9 van staven. Dat betekent ook dat ze jouw progressie, jouw vooruitgang tegenwerken. Omdat jij dan niet verder kunt. Zeker als ze energetisch aan je vast willen blijven houden. Wat is het advies uiteindelijk? Deze persoon loslaten, denk ik. Blijf in je kracht staan. Blijf geloven in positiviteit. Je kunt dit aan. Deze confrontatie. Kan zijn dat deze persoon zich aangetrokken voelt tot je. Ook omdat je succesvol bent. In de breedste zin des woords kan succesvol zijn. Dat je heel liefdevol bent. Heel begripvol. Dat mensen... Dat je aangetrokken voelen door die hoge vibratie. Kan ook zijn dat je gewoon heel veel centen hebt. Omdat je succesvol bent in dat wat je doet. Ze zien dat dat je voor de wind gaat. Dus dat al jouw verwensingen uitkomen. Maar dat is natuurlijk niet zomaar. Daar heb jij keihard voor moeten werken. En zij willen dus met goed nieuws komen. Op hun manier. Door je een aanbod te doen, waarschijnlijk aan te geven dat ze een relatie met je willen, of samenwonen, of een huwelijk, of wat dit dan ook is, die 4 van staven. Of dat ze zeggen, ik wil een gezin met je stichten, hoe ze het dan ook gaan formuleren. Maar ik denk niet dat dit echt voor jou goed nieuws is. Dat is het meest belangrijke laatste bericht nog op deze legging. Ter afsluiting. Ja, je hebt hiervan geleerd. Je bent dankbaar dat je deze persoon op je pad hebt gehad. Jij bent verhoogd. Je wil naar de volgende fase. En dat is niet met deze persoon. Jij weet dat deze persoon is onderaan het dek. Dat deze persoon nog heel veel moet leren. Toxiciteiten moet aankijken. Niet een gezonde relatie aan kan en daardoor laat je deze persoon vrij. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.